Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. Vandaag zitten wij in een C-klasse uitgevoerd met een commandsysteem. En gaan wij de muziek streamen en Apple CarPlay benaderen. Via media kunnen wij muziek streamen. Zouden wij via het keuzemenu zouden wij een mediabron zouden wij kunnen selecteren. Dus hier ook. Eventueel via Bluetooth, via de geheugenkaart en via meerdere USB-poorten. De eerste USB-poort, en die is met name voor de Apple CarPlay, dient u deze te bevestigen aan uw telefoon. En in het middenconsole heeft u hier binnen ook nog twee USB-poorten zitten. Die zijn uitsluitend voor eventueel muziek streamen. Of het opladen van de telefoon. In dit geval Bluetooth audio. Zouden wij als mediabron zouden wij de telefoon kunnen nemen. Bijvoorbeeld de Galaxy S9 die nu is verbonden. En dan neemt het systeem, neemt feilloos de laatst afgespeelde nummers, neemt die over. Hier kunnen we ook een afspeelregeling instarten om eventueel te pauzeren. Het geluid eventueel aan te passen in de equalizer, balans en fader. En eventueel opties over het systeem inzien. Wat betreft het gebruik van Apple CarPlay. Wij dienen in eerste instantie de telefoon te verbinden via de USB-kabel. In het keuzemenu gaan we naar Connect en daarin naar Apple CarPlay. Zien we daar de iPhone staan, selecteren we het apparaat en kunnen we hier gebruik maken van Apple CarPlay. Denk hierbij ook aan telefoon, eventueel berichten, Spotify, WhatsApp, maar eventueel ook Flitsmeister. En wij kunnen via Mercedes weer terugkeren naar het huidige menu. En via de knop te bedienen naar boven kunnen wij Apple CarPlay weer starten. Voor zover het gebruik van de media en de Apple CarPlay in de C-klasse.